Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag zondag 7 januari 2024. Ja, het is nou 4:30 geweest. Ja. Ro is nou met de hondjes. Kijk, het is 4:30. Ja. Ik lig er niet om. Maar ik ga even nou de kattenbak doen. Dat heb ik aan Ro beloofd. Dus dat ga ik ook even doen. En we nemen jullie vandaag wel gezellig mee. Dus heel veel plezier voor deze nieuwe vlog. Kijk eens wie er hier lekker aan het smikkelen zijn. Onze mooie Lissy. Speedy. Hé, Speed? Kijk, kan ik ook gewoon doen bij Lissy, hoor. En hier hebben we Draki. Zo, beter in beeld, hè? Hè, draak? Die zijn lekker aan het smikkelen, jongens. Hè? Ook wel weer even nodig, hè? Lekker, hè? Ja. Nou, Ro is dus nog steeds aan het lopen met de dames. Ik verwacht hem ook eigenlijk zo weer thuis. Ik zal eens even kijken op de camerabeelden. Of hij bijna thuis is, zal ik het zo zeggen. Even kijken of hij het bijna thuis is, ik weet het niet hoor. Maar ik zie hem nog niet aankomen lopen. Of hij is al binnen. Maar dat denk ik niet. Ik weet ook niet hoe hij aan het lopen is. Welke ronde, weet ik het. Geen idee, ik weet het niet, maar dat gaan we vanzelf wel zien. Maar ik wil ook eventjes zometeen met Ro even naar de Mackie. Dat heb ik ook al een tijd beloofd. En deze vlog ga ik ook vanavond even maken met een andere vlog. Ja, echt wel. Nou, en de vlog die staat vandaag al online. Een beetje later, maar... Ach ja, dat heb je wel eens. Ja, maar hij staat tenminste wel online. Hé, hey, daar kunnen jullie mij niet over zeuren van... Ja, maar hij staat niet online. Jawel, hij staat wel online. Met mijn grote vriendin. Als thumbnail. Ja, en van de Jumbo. Mijn grote vriendin bij de Jumbo. Ja, ja, gewoon. En dus, daarom zeg ik al, het is niet zo heel erg koud buiten. Voor mijn gevoel nu, hè. Maar, en ik moet morgen even naar de huisarts, want mijn oren willen niet wat ik wil, zeg maar. En dus, we gaan eens even kijken. Of ik er wel ergens tegenkom. Nou, niet tegenkom, maar zie. Maar nee, dat zie ik dus nog niet. Even deze maar even knallen. Helemaal goud. Kijk. Moet ook gebeuren. Even weer eventjes dat ding erop. Dat zeg ik waar Ro uithangt. Hé, hey, en de buurman is weg. Hé, hey, en ik moet nog weg. Zometeen met Ro. Ja, ook leuk. Roderick, waar ben je? Ach ja. Maar het wordt wel kouder naarmate hij wat langer buiten staat. Ja, en ik ga even een broodje maken. Ook erg handig. En verstandig, denk ik zo. Ja, weet je wat ik eerst ga doen? Ik ga lekker een plakje kaas pakken. Lekker een plakje kaas. Omdat ik daar gewoon zin in heb. En waarom zit jij nou eigenlijk nog steeds te druppelen? En deze, dit, ga ik ook vandaag even schoonmaken. Maar dat doe ik vanavond ergens pas. Moet ik even kijken wanneer. Maar dat zeg ik. Ik ga nu eerst even gewoon eventjes lekker een plakje kaas pakken. Omdat ik er gewoon zin in heb. Ja, zo. En dan straks lekker eventjes bij de Mackie een dubbele cheeseburger. Hé, hey, hoe toevallig. Ja. Ah. Mm-hmm. Ja. Gewoon omdat het kan en mag. Ja. Is lekker, kinderen. Ja, hè? Ja, dat dacht ik al. Mooi zo. Geniet ervan. Ja, Rodi gaat die kant op. En ik ga deze kant op. Ook leuk. Ja, dat dacht ik al. Ik dacht het al. Hij gaat dus ook achter mij aan. Maar ik hoor met deze oor, hoor ik wel iets. Maar het is heel erg op de achtergrond. Het is niet nog wat het moet wezen, zeg maar. Pikachu, petje, leuk. Ik zie gewoon weer wat. Even kijken.
Nou, joepie zeg. Dit is veel. Nou, misschien wel voor Ro. Ro, is dit een euro? Wacht even. Ro, voor jou. Nee. Die zag ik al als eerste. Maar jij mag ze ook wel hebben hoor. En dan heb je daar ook nog. Dat is te veel. Is dat te veel? Ah, schatje toch. Is dat te veel dan? 52. Ja. Daarom liet ik hem ook al liggen, schat. Hè? Huh? Wat? Ik versta er weinig van. Wat zei je nou? Mag ik het nou voor 52? Als jij het wil hebben, mag je het hebben over mij. Ja, als jij het wil hebben, mag je het hebben over mij. Dat vind ik helemaal niet erg. Dat vind ik helemaal niet erg. Huh? Ja, nou vertel. Ja, dat dacht ik al. Nee. Dus. Kan je mijn capuchon even trouwens goed doen? Want ik kan hier niet tegen. Schat, hallo. Kan je mijn capuchon even goed doen? Dat en dat die zwarte er gewoon even. Nee, niet, en niet over me heen, maar gewoon. Dat het weer, nee. Dat het gewoon die zwarte stuk, wat eigenlijk over mijn hoofd gaat, gewoon weer naar binnen is, zeg maar. Gewoon netjes. Nee, Ro, nee. Wat ik nee, kijk, zo. Nee, dat was het niet. Zo. Ik kan daar heel slecht tegen namelijk. Dus, ja. Nee, daarom. Precies dat. Maar we gaan nu even fles inleveren, jongens. Ja. Zo, ik ga eens even wat inleveren. Is dit eigenlijk wel van... Nee, dit is Duitsland. 2 liter, hè? Is het slim, 2 liter? Nee. Dus even kijken. Gaat dit wel? Jawel, hoop het wel. 1, 2? Ja. Dit is ook zeker, is het? Dit is 1,5 liter. Dit is ook weer Duitsland. Gloeiende. Nou, dit is niet leuk. Het is wel leuk als je statiegeld krijgt. Hè? Wel leuk als je statiegeld krijgt. Ja, hier ja. Maar dat krijg ik niet. Waarom niet? Geen idee. Maar dat is wat ze eigenlijk nog wel moeten doen. Dat je gewoon inderdaad daar gewoon statiegeld voor krijgt. Jij ook? Uitbetaling. Zo. Uitbetaling. Nou, deze gaat er. Dus wij moeten weer eens een keertje binnenkort eens even naar Duitsland, hè? Helemaal naar Duitsland, helemaal goed. Helemaal naar Duitsland. Even cashen. Ja, inderdaad, ja. Goed, hè? Helemaal cashen. Helemaal goed. Moeten we dat eens een keertje weer doen, hè? Ja. Kleven. Nee, niet kleven, dat mag niet. Niet, waarom niet? Bumper kleven. Waarom mag dat niet dan? Waarom niet? Plaats je bumper in kleven. Hè? Plaats je bumper in kleven. Ja, dat is toch goed? Dus, dat is. Nou, moet jij nog wat hebben? Nee. Hè? Ik hoor je niet. Heb je al yoghurt? Nou. Ja, en ik zie ook wat lekkers, maar ik weet niet of ik dat ga doen. Gaat u gang. Nee, en vooral als ik jou wil gaan brengen en ophalen, moet ik dat zeker niet doen, nee. Moet ik dat zeker? Hè? Huh? Wat? Nee, dat kan niet, want ik krijg Laura, ja hoor. Laura is ziek trouwens, maar ik krijg Jeanette en ik krijg meneer overgevoerd, dus dat gaat niet. Nee, Ro, alsjeblieft, nee. Nee, moet ik... Nee, ja. Ro, nee. Moet ik even kijken, Ro. Ja, ik kan het wel meenemen. Ja, dat zeg ik. Ja, maar Ro, ik hoor niet met deze oor. Ik hoor alleen maar je kan het meenemen. Kijk, nou hoor ik je, ja. Ik zal een megafoon voor je pakken. Nee, maar ik hoor echt met deze oor niks. Moet je even draaien. Ja, dit ja. Ja, meenemen. Mensen kijken je nou aan van wat de fuck doet hij nou? Ja, nou praat tegen mij. Ja, tegen een doof iemand. Ja. Hard schreeuwen, je hoort het dan. Deze mag jij hebben? Deze mag jij hebben? Kort ja. Nee, het geld gaat niet vaak. Niet erin. Dus. Ik wil het ook nu op beeld hebben.
Dat en dat we dus hier dus niet meer over gaan discussiëren. Want net hadden wij dus namelijk een discussie over dit namelijk. Want Ro is dan soms niet duidelijk, want dan zegt hij wel eens wat. Maar dan, omdat ik dus nou een dubbele oorontsteking heb nog steeds. En ik hoor met deze oor dus niks. En dan zit hij wel dus naast me. Maar dan ben ik zo met autorijden bezig. Want ja, ja, is goed. Ja, ik ben met autorijden bezig en ik heb een dubbele oorontsteking. Dan komt het niet bij mij binnen. Wees duidelijk. Dus nu net had ik dus hier een discussie met jou over het feit speakerzetje en statiegeld. Dus nu gaat Roderick het tegen jullie vertellen, zodat het dus op beeld staat. Zodat ik dus niet meer erover in discussie met Ro hoef te gaan. Want dan kan ik het terugkijken via de vlog. Dus, vertel. Nou, jij wilde graag... Even iets harder praten. Oké. Okay. Je zag een mooi speakersetje. Ja. Bij de blauwe online winkel. Ja, gewoon kom. Ja, .com. Bolly. Maar die leek al op hetgeen wat je had. Dat was een 1 subwoofer en 2 satellietspeakers. Ja. Dus ik stuur jou iets door met een 7-in-1 set. Dus 1 subwoofer, 2 satellietjes voor, 2 satellietjes achter en een centrale speaker. Ja. Die is wat duurder. Ja. €200 duurder. Maar dat maakt niet uit. Dus ik ga een deal met je maken. Al het statiegeld wat we ergens vandaan halen. Statiegeld, ja. Statiegeld. Ook wat je hier gaat kopen, dit is ook statiegeld, krijg je weer terug. Het gaat in de pot. Ja. In de spaarpot. Ja. En als daar genoeg in zit, dan gaan we het speakersetje halen. Nou, oké, prima. Ja? Hebben we nu al? Ja, even goede hand. Ja, check, ja. 71, 80, 220 bij elkaar. Jee. Ja, en dan nog wat jij al had. Nou, 100 keer zoveel. Nou, dat wordt... We gaan even kijken hoe lang het duurt voordat we het geld bij elkaar hebben. Dus alle statiegeld, blikjes, wat je ergens vindt, gaat hier naartoe. Of ergens anders naartoe. Kijken hoeveel geld mensen eigenlijk weggooien. Ja. Hoe lang het duurt voordat je een speakersetje bij elkaar hebt. De vorige keer was het een maand sparen. Ja. Dat is een halve tegen brandstof. Een dure brandstof. Ja, alleen waar ik nog zelf een beetje moeite mee heb, dat is dus gewoon in prullenbakken kijken. Dat laat ik echt heel graag aan Ro over, maar dan heb ik zoiets van, ik loop wel door, want daar hoef ik er niet bij te zijn. Nee, maar kijk, nee, zit dat in? Nee, dat is... Nee, als dat je is... nog dakje toont, zit een blikje weg, van, nou, zit dat in? Nee, ik heb er even bij. Nee, ik kan ik daar... Nee, aan, nee, 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 ik kan... Nee, ik weet niet, maar nee, dat krijg ik niet... Gedaan. Nee. Sorry. Nou, dat is iets wat ik niet voor elkaar krijg. Het is niet zo dat ik in de plank ga graaien. Nee, maar alsnog... Ik bovenop liggen. Pak ik dat. Ga naar de wc. Voel het blikje om. Even handen wassen. Dan ben je helemaal schoon. Ja, maar alsnog... Ja, maar jij. Maar ik kan... Nee. Ik nee. Mijn maag die gaat ervan draaien. Als ik het rook als zie doen, dan gaat mijn maag gewoon al draaien. Dus dat ga ik dus niet doen. Ik kan daar ook niet tegen. Dus maar okay, maakt niet uit. Wij hebben nu wel sowieso een doel, dus daar gaat het. Waarom loop jij zo te piepen? Waarom loop jij zo te piepen? Waarom loop jij zo te piepen? En waarom ga jij nou piepen? Ga je een stukje naar achteren? Kom, naar achteren. Zitten. 1. Jij ook naar achter zitten en blijf. Nee. Nee, want ik heb het wel. Nee. Want je hebt ruzie gehad en met Lady. Ik heb hier wel wat. Nee, zitten naar achteren. Naar achteren jij. Kijk, naar achteren jij. Naar achteren jij. Naar achteren jij. Naar achteren jij. Oeh, dat is lekker. Dat is lekker, schat. Ja. Blijf. 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 Ja, dames en heren. Ik heb wat gekocht voor ze. Dat is dit. Nee, niet. Je mag wachten. Je mag wachten. Omdat ik dat zeg, je mag wachten. De beste Peert van Sal.
zitten. Terug. Zitten. Alle drie op een rij. Kom, zitten. 1. Blijf. Zachtjes. Zitten. Zachtjes. Alsjeblieft. En zachtjes. Alsjeblieft. Dat is een lekker. Niet op de bank, hè? Dat weet je. Alsjeblieft. Ik hou heel veel van jullie. Dat is gewoon hapslik weg bij hun. Lekker, hè? Af en toe eventjes, hè? Ja. Moet ook kunnen, schatjes. Ja. Beaut is nog bezig. Ach ja. Lekker, Beaut. Lady. Oh, ik moet net zeggen. Dat gaan we niet doen. Nee, zus. Nee. Alsjeblieft, ik hou van jullie. Heel veel. Love you. Love you. Love you. Daar lig je dan. In bed. Heerlijk. Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus vond jij dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje even aan. Doe het duimpje even omhoog. En laat gelijk tevens een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen dankjewel voor het kijken.